Eigenlijk wou ik dit al wat vroeger filmen. Maar het is tijd voor een nieuw boek. En ik weet niet welke. Misschien ga ik gewoon beginnen met een boek uit deze reeks. Want ik heb er zo een hele hoop. En het zijn ook dunne boekjes. En ik heb een dun boek nodig. Omdat ik hierna een ander boek ga lezen. Die mijn mama heeft uitgeleend uit de bibliotheek. En die ik zeker eens moet lezen. Dus ik denk, ik ga beginnen met zo eentje. Simpel. En niet te dik. Ik heb wel nog een Engels boek dat ik heel graag wil lezen. Die ik eens heb meegenomen uit Kopenhagen. Maar ik denk dat die voor een andere keer gaat zijn. Ik heb gekozen voor wel een heel, heel dun boek. Dit boek, dit is Fluisterwater van Mirjam Maus. Ik schrijf hier een review over. En deze heeft 35 pagina's. Dus ik denk dat die vanavond gaat uitgelezen zijn. Ik ben het eigenlijk bijna zeker. Dus misschien is het niet slecht om met hier nog een boek te nemen. En ik ga voor Vikingbloed. Een boek van 36 pagina's heb ik sowieso vandaag uitgelezen. Oh nee, het is een boek van 115 pagina's en het is een boek van 199. Dus mocht het boek uitraken vanavond, ga ik beginnen aan dit boek van Vikingbloed. Al vanmorgen uit aftrekken. Heel leuke plaat. En ik heb geen idee of ik dit beeld ga gebruiken. Maar dit is een 5 minuutjes op de broom spray. Ik ga mijn timer zetten op 5 minuten. Een muziekje aan. En dan ga ik beginnen. Voilà, muziekje. Welkom bij een nieuw tussenstukje in de vlog. Ik weet, er zijn nogal veel tussenstukjes de laatste tijd. Maar voor ik mijn vlogcamera terug ga, wou ik gewoon een aantal dingetjes filmen. Zoals wat ik gekocht heb in de Diana Leeflang collectie. Ik kocht dit prachtige dekentje. Dit is een vlies pleit met witte stipjes op en het mintgroen. Echt zo mooi. En wel zacht, heel zacht. Dit is uit de Kruidvat Diana collectie. En deze was 6 euro ongeveer. 5,99 euro namelijk. Ook kocht ik deze zak. Redelijk simpel. Of lijkt dat. Als je het niet weet dat het van de Diana collectie is, zal je het er ook niet aan zien. En dat vind ik ook wel leuk. Deze was 4 euro. En daarin zitten nog een aantal dingetjes uit de collectie. Sorry voor mijn braastrap, maar ik draag nu eenmaal een BH. Ook
kocht ik dit setje washi-tapejes. In met blauw, in met goud, in met oranje en roze en in met roze. En tenslotte kocht ik nog twee poster sets. Ik hoop nu dat ik niet de tweede zelfs heb gekocht. Nee. In deze daling tot de vorige sets uit de collectie kwamen deze met dit kader. En ik ga ze eens uithalen, dan kunnen jullie meteen ook alle posters zien. Dit was trouwens €2,99 per set. Het kader ruikt echt zo mooi houtig. En aan de achterkant van het kader zitten de andere sets. De set met A4'tjes. De set met A5 of A6 noemt het, denk ik. En geen idee. Ik ga ze even uithalen, zodat kunnen jullie ze ook allemaal zien. Small changes make a big impact. Total champ. Dit mooie plantenpotje. Say yes to new adventures. It's a good week to have a good week. Never be afraid of change. Volgende formaatje. Met deze vaas en bloemetjes. Deze regenboog. Hey, you got this met iemand die een bel blaast. Strive for progress, not perfection. What's stopping you? Number one. Volgende formaat. Stress does not go with my outfit. Make today count. You're a total champ. Dat kleur vind ik trouwens echt prachtig. The future is bright. Dat is het eerste setje. Waarom ik haar quotes en tekeningetjes altijd leuk vind, heb ik meteen ook een tweede set gekocht. Ik weet dat het eigenlijk wel een lang middenstukje is voor de vlog. Maar het zou zo'n stomme video zijn als hij apart was. We hebben gewoon veel. In het tweede setje zit dit. Dit is een bureau met een plantje, schrijfbrief en een lampje. Dit is voorbediening in plastic kan openen. You're a total champ. Een cactusje. Dat vind ik echt zo leuk.
Too Right to Be Sad. Een hartje. You Can and You Will Because You're a Badass Like That. Volgende grote. Say Yes to New Adventures. Stuff to Think About. Een schaar. Having a Little Coffee Break. The Future is Bright. Hey, You Got This. Volgende. De avertjes. Het avertje die in de kader zit is dit. Too Right to Be Sad. Deze vond je ook al in de vorige en andere collectiestuk. Maar dan in het klein. It's a good week to have a good week. Maar met een printje erbij. Dit is de print van op mijn tas. Maar met Never Be Afraid of Change erop. En een koffiemaak. I am very, very busy met nagellakjes. En strive for progress, not perfection. Voilà. Dit was de hele Diana Leefman collectie, of toch de items die ik heb gekocht. Uiteraard is er nog veel, veel, veel meer aan deze collectie. Maar daarvoor ga je best even naar haar video kijken. Ik link die voor de zekerheid hieronder. Tot bij de rest van de vlog.